opvolgers van Kluivert bij Barcelona. Even geld van Cameroen, zoals Nwankwo Kanu dat natuurlijk is bij Nigeria. Nigeria dat in de jaren 90 domineerde in het Afrikaanse voetbal. De Afrika Cup won. Het WK Olympische Spelen. Dit is de opstelling van Nigeria, getraind door Gernot Rohr. Die iedere keer weer in slaagt om al deze leuke spelers heel vervelend te laten voetballen. Wellicht is dat vandaag een uitzondering. Achterin twee bekende namen. Omeruo speelde nog een jaartje voor ADO Den Haag. En Ekong is geboren in Haarlem. Zo ziet dat er tactisch uit. En Didi is een goede speler op het middenveld. En de man die voor de doelpunten moet zorgen. De centrumspits. Die heeft met name de kwalificatiereeks veelvuldig. Igalo met nummer 9. Geflankeerd door Moussa en Simon vanaf de rechter en linkerkant. De opstelling dan van Clarence Seedorf. Cameroen dat nog geen doelpunt tegenkreeg. Dit toernooi. Dat is op zich een knappe prestatie, maar het leunt ook wel heel erg op de verdediging. Cameroen, het heeft ook nog niet gesprankeld zoals Nigeria dat ook nog niet gedaan heeft. Zoals het hele toernooi eigenlijk nog echt los moet komen. We zitten natuurlijk tegen Zuid-Afrika. Nigeria, Cameroen is begonnen. Nigeria dat de corner al genomen heeft. Overtuigender aan deze wedstrijd begonnen is dan de tegenstander Cameroen. Dan is dit niet heel gevaarlijk, dit schot van Alex Iwobi. Van Koundé Malong. Die is gevaarlijk. Dat is een aardige kopkans. Hij weer terug in Gadeu. De man die bal op het voorhoofd liet ploffen. Kon hem niet de hoek in sturen. Niet naar beneden krijgen ook. Gadeu. En in het vervolg kan het misschien nog wat mooier worden voor de Nigeriaan. Zoals hier. Dit zou het moeten zijn. En hoe doet hij het? Maar hij gaat er wel in. Igalo met de goal. Want die loopt juichend weg. Kanu laat Eto'o achter zich. Om het feestje te vieren. Met de mensen die daar wat meer op zitten te wachten. Tamelijk snel doelpunt dus voor de ploeg van Rohr. En blijft hij dan wat leuker voetballer dan die de laatste wedstrijden gedaan heeft. Of maakt Nigeria nu weer een terugtrek in de beweging. Enfin, dat gaan we allemaal zien. Eerst maar eens kijken. Deze vrije schop is natuurlijk waardeloos. Maar in het vervolg wordt het een stuk beter voor Nigeria. Daar staat Igalo. Die er 7 maakt in de kwalificatiereeks. Eentje van de bal. Simon met de dribbel. Het schot dat er wordt aangeraakt, maar wordt binnengehouden. Onana, die er niks aan kon doen natuurlijk, want die goal die bal weggekopt. En een botsing. En een stevig ook. Hier is Choupo-Moting. De voorzet is goed en het is zomaar 1-1. Cameroen komt op gelijke hoogte. Fraaie voorzet. Goed binnengelopen door Bahoken. 41ste minuut. Nigeria laat zich verrassen. Een ontlading bij de grootste speler van Cameroen aller tijden, Samuel Eto'o. Het begint bij Madonna en dan de voorzet en de intik. Loopt hij slim weg. Bahoken. Wat doet hij om een Ruo nou? Die probeert het heel kunstig op te lossen door de bal met de buitenkant vreef weg te tikken. Dat lukt niet. Bahoken dus met de gelijkmaker in de 41ste minuut. Verlengd door Bahoken en Enji binnendoor en 2-1 Cameroen. Dit was een prima goal van de helft van Seedorf en Kluivert in Nigeria. Is het in de slotfase van de eerste helft behoorlijk kwijtgeraakt. Cruciaal natuurlijk dat hij Bahoken, verantwoordelijk voor de gelijkmaker, dat kopduel weet te winnen. En op die manier de snelle Clinton en G kan lanceren. En die maakte dan 2-1 van voor Cameroen. Dat
het eigenlijk een minuut of 40 gewoon lastig had om iets te creëren. Dit is uitstekend gedaan door Pau Ken en G. Veel sneller dan Aina, die zich laat verrassen, die zich binnendoor laat verrassen. Dat mag eigenlijk natuurlijk nooit gebeuren als vleugelverdediger. En G slim genomen en bijna het eigen doelpunt. Dat is een fenomenale reflex van Akpei. Anders was het 3-1. Met Denji in de achtervolging. Kans om te schieten, ja. Dat was een aardige mogelijkheid om uit te halen. Aina. Moussa houdt het breed aan de linkerkant. Versnelling van Ahmed Moussa. En dan is het uiteindelijk een koor. Fai. Ja, Wazim met de voorzet. Moussa en gelijk. Of is het buitenspel? Nee, dat is het niet. Igalo op de goede plek. En dus komt Nigeria terug tot 2-2. Weer Igalo. 7 goals in de kwalificatiereeks. Dit is zijn derde. Een derde in het hoofdtoernooi. Nadat hij eerder de wedstrijd besliste tegen Burundi. Maakt hij nu 2 tegen Cameroen. Goeie voorzet. Let ook op het klaarleggen van de bal door Ahmed Moussa daar met de borst. Dan zou het denk ik met een VAR een buitenspelgoal zijn. Maar goed, die VAR is er niet. Igalo voordeel van de twijfel. Een hele zorgige bal zo ingeleverd bij Moussa. Hier is Igalo. Iwobi naast hem. Moet hij het wel zien. Daar komt de kans voor Nigeria. En nu draaien zij het om. Wordt het 3-2 binnen een paar minuten. Iwobi goed uitgespeeld. En nu is het Kanu. Die kan springen, dansen, lachen en grijnzen. 3-2 Nigeria. Binnen een paar minuten. En het is Iwobi die we bijna nog niet gezien hebben deze wedstrijd. Die het doet. Natuurlijk met een hopeloze inspeelpaas die toch simpel onderschept kan worden door Moussa. Via Igalo. Iwobi in stelling gebracht. Ja, daar is die waardeloze bal al geweest. Goed balletje hoor van Igalo op het juiste moment. Onana had te weinig tijd om te reageren. Goed gespeeld door Igalo. 2 goals en assist voor hem.